Het koeien moet nog zijn boeten staan en wat weet weer een geweldige dag. De zinnen erbij, maait iets temperaturen, maar het is voorlopig wel even de laatste dag met deze hege temperaturen en zijn volle zinnen. Want het verroert alweer, het wordt kouder, met name ik in het weekend. De winterjas komt er aan. Joen en vannacht, eerst nog een heldere joen. En ja, vannacht staat er gewoon toch wel meer bewolking. En letter vannacht kan het wel eens hier om dal bewolkt wijzen. En dan is de maand voort. Temperaturen zo'n of 8 graden, terug dat er meer bewolking komt, ik een hege temperatuur. En de wind uit het westen tot noordwesten waait matig, maar in het kust- en waardgebied vrij krachtig. En dan morgen. Bewolking. Maar ik nog wel eens even wat zinnen, maar de bewolking had denk ik de oerhoorn. En dan is het al oorwaar, dan is het zien om 12 graden. Dat is even wennen, maar een matige, vrij krachtige noord-noordwestenwind. En die meer richting Zuid-Genoog, dan komt er staan gewoon koudere lucht op je staan. Dat zeggen we ik bij het vooruitzicht. Zowel op vreed, sneun als snijn, een protte bewolking, soms wat zinnen, soms een buiken, maar dat stelt nog net al te volle voor. En de temperaturen gaan in de richting 9 of 10 graden. En dan mat die winterjas aan en dan komt de wind meestal uit het noorden, noord-noordwesten waai. En zal de wind matig ontkrachtig of vrij krachtig wijzen, soms een kracht 4 of 6. Het Zuid-Genoog, een oorwaartype en de winterjas kan weer aan. We moeten morgen maar weer even in het waarschijn.